Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Rebecca die komt straks. Ik wens jullie trouwens als eerste heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En ze zijn allemaal beenhinkeld, waar ze allemaal zijn weet ik ook niet. Hondje loopt rond, die kleine zwart-witte zit hier achter me op de grond onder de eetstoel. Het is vandaag donderdag 27 september en we leven om 12:27 uur. Ja, ik heb maar één paar oorbellen in. Mijn andere twee paar, die ben ik aan het schoonmaken. Ja, ik niet, een apparaat. Ja, straks gaat hij ook weer piepen. Kijk, dat apparaatje. Er zit water in, dat blijft koud, wordt niet heet. En daar kun je sieraden in schoonmaken. Straks doe ik mijn kettingen ook. Gaat er ook in. Behalve mijn armbanden, die heb ik nog mijn pas. En die krijg ik niet alleen af en om. Dus ja, daar moet toch iemand dan bij hebben. Horloge, kijk. Daar was die. Nou, doen we weer uit en weer aan. Want het waren goed smerig. Want ik het zat dag en nacht in. Maar een horloge die waterdicht is, waar je zeker van bent dat die waterdicht is. Ik wil wel meer zeggen, maar ik geloof niet alles. Kan er ook in. Dan moet hij goed waterdicht zijn. Ja. Ze zeggen dat mijn horloge ook waterdicht is, maar dat, nee. Ooit bij de kijkshop gekocht en dat geloof ik 1, 2, 3 direct niet. Nou, ik heb mijn koffie klaarstaan, ik heb een broodje klaar, ik ga lekker eventjes mijn lunchje dus opeten voordat Rebecca komt en dan zien we wel verder wat de dag ons brengen gaat. Ik zou zeggen, geniet ervan, het is mooi weer, althans hier alweer Den Helder. Het is prachtig mooi weer en ik zie jullie straks wel weer. Ja, doei doei! Ja, lieve vrienden, hier ben ik weer eventjes om jullie te laten zien dat ik weer compleet ben. Mijn oorbellen heb ik weer schoongemaakt. Die onderste hakt dus al in, maar die knopjes. Mijn kettingen, allebei. Waar mijn mannetje aan zit. En die. Ze blingen weer. Ze zijn weer schoon. Dus ja, ik ben er weer blij mee. En dat kun je met dat apparaatje doen, maar je kunt zoveel meer doen. Je bril kan er ook in, hè? Ja. Dus hoef je niet meer zo lang te poetsen en te doen. Het is die bril erin. En ja, je moet wel iedere dag even met een doekje er langs natuurlijk. Maar als je hem echt goed gaat reinigen, dan is het gewoon in dat ding doen. Schone, een zachte doek. Geen papier. Geen concertpapier. Geen keukenrolpapier, want dan krijg je krassen op je glazen. Ja. Dus dat zou ik maar niet doen. De meesten doen het wel, maar je krijgt beschadigingen, gegarandeerd, want er zitten houtvezels erin. Ja, houtvezels. Ja, en dat veeg je kont ook mee af. Lekker hè? Maar het is zo. Daar beschadig je dus de glazen mee. Dus een zachte, schone doek. En daar maak je je bril weer mee droog. Maar ook je sieraden. Een zachte, droge doek. Geen papier. Verkeerd. Maar oké, ik ga weer verder. Mijn huishoudelijke hulp die is er ook al bezig boven. Dus dat komt vast zeker goed. Hé kerel! Hey! Hallo! Ook een goede middag. Waar was jij? Boven? Nou ja, wie weet. Ik wist niet waar je was. Nee. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van elkaar, geniet met elkaar en geniet van het mooie weer. Ja, hallo lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ik ga de hort op. Ja. Ik neem de GoPro niet mee, maar ik neem de handcamera, deze dus, neem ik wel mee. Ja, wie weet, zie je nog iets. Maar ik ga niet specifiek om iets weg. Althans, niet qua vloggen. Maar wel. Pokémon Go. Ja, ik ga eventjes de items erbij halen, want die raken op als je thuis blijft te spelen. Dus ja, dan moet je toch wel weer het een en het ander hebben. En gewoon eventjes mijn hoofd leegmaken. Ja. Kijken of mij dat lukken wil. En anders heb ik pech. Maar oké. doet er niet toe. De handkamer gaat dus mee. En we zien waar we belanden. Ja, ik denk richting de donkere duinen. En dan aan de kant van de dieren. Dus daar even ook misschien wat gaan vloggen. Als het tenminste nog open is, laat ik het zo zeggen. Ja, want dat weet ik niet. Of dat daar nog open is. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ik zie jullie straks alweer. Hey, hallo. Kan jij goeiedag zeggen? Oh, nou ook goeiedag dan. Ja, ook goeiedag. En kippetjes. Ja, en paardjes. En hertjes. En ganzen. Ja, nog meer herten. Hoe lief is dat? Oh, zo lief. Nou dan. Mooie paardenekels. Ja, ik zelf ben bang van paarden. Ik heb ooit een keer een beste trap tegen mijn bovenbeen gehad. Dan mijn bovenbeen die was 4 keer zo dik dan dat die nou is. Wat is er dan? Eventjes wat proberen. Kijken of dat wil. Ja, zo. Leuk. Ja, dankjewel. Ja, geweldig. Geweldig. Nou, we gaan even verder kijken, lieve vrienden. En dan zijn we bij de parkieten aanbeland en andere gevogelte. Valkparkieten, weet ik hoe die dingen allemaal heten. Als jullie het weten, nou ja, oké, prima. Maar ik weet het niet. Ik heb er niet overal verstand van. Leuk hè? Al dat gekwetter. Ja, al dat gekwetter. Nou, dan gaan we naar het volgende kooi. Ik rij wel. Ik loop niet. Dus ik hou jullie gericht op de kooien. Wat zit hier weer in? Ik zal even dichtbij. Ik hoop dat jullie het zien. Dat wat het is. Leuk hè? Wat lief. Allemaal vogeltjes. Nou, ik moet weer even afsluiten, want er zitten hier mensen en die willen dus niet op de vlog, hè? Dat bloot hij. Maar zodra ik weer wat zie, dan doe ik hem weer aan. Ja. Dat is niet te eten hoor, hé. Nee, dat is niet te eten. En toe. Wacht, Rebecca. Oh. Nou, dat was dus een heel klein geitje. Maar ja, helaas. Hij is weer verdwenen. Oh, daar loopt hij. Ja. Nou ja, wie weet zo meteen. En toen waren we bij de cavia's aanbeland en bij sierkippen, denk ik. Maar ja, konijntjes en cavia's. Ja, konijntjes en caviar. Cavia's. Ik geloof dat die grote die daar ligt, die ja, dat een konijntje is. En die andere 3 zijn cavia's. Hier is cavia. En daar zit een grote kip. Leuk hè? Geweldig. Nou, dan kom ik weer even uit. Nou, hier zijn we weer bij de geiten beland. En daar hebben we ook kleintjes ertussen. Wat grotere en wat kleintjes. Hé? Ja nou. Ook nog zo'n klein hoopje. Hé, ook nog zo'n klein hoopje. Ja. kijken, hè. Oh, ben jij Lola? Lola? Ben jij Lola, papa? Mama! Hey. Oh ja? Is dat zo? Oh ja? Ja? Vertel het maar hoor. Kom dan. Ik kom dan. Oh. Ik had daar niks uit. Ja, leuk hè? Nou, weg gaan we hier. Weg van mij. Ja, leuk. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Nou, we gaan weer verder kijken. Ja, en waar ben ik dan? Op de Helderse Vallei. Daar kun je de dieren bekijken. Er is heel veel natuur, water. Het is vlak ook bij de kust, zoals jullie wel hopelijk kunnen zien. Want rechts bovenin de hoek zie je de zee. En een stukje strand. Dus het is een en al natuur hier. Dus ik zou zeggen, kom naar Den Helder toe. Ja, even gezellig naar de Helderse Vallei. Daar is heel veel te doen, zowel voor kinderen, zowel voor ouderen. Altijd leuk. Gezellig. Hoe mooi kan de natuur zijn? Ja. De kleuren beginnen al hier en daar een beetje te veranderen. Maar het meeste is toch nog groen. Ja, de naaldbomen daarboven in die top is bruin door de afgelopen zomer dat het zo ontzettend heet was. Dat is gewoon verbrand, maar voor de rest, het ziet er weer fris en fruitig eruit. Door de regen die we al gehad hebben. En als je stil bent, dan hoor je de natuur, maar ik hoor ook achter me weer mensen. En dat vind ik weer minder leuk. Dat is er eentje met heel veel lawaai. Het is zo mooi, die natuur. Die kant gaan we op. Een insect. Dag insect. Nou, dat is aan die kant. Dat is wat dichter. Dat is mooi hè. Heerlijk die rust. Komt er minstens van bij. Maar ja, ik ga weer even een stukje verder rijden die kant op. En dan zal ik kijken of ik zo meteen weer even de camera pak. En iedere keer als je weer bij de zee komt, heb je weer een ander uitzicht. Ja, dat het is lekker rustig, het is vredig. Ze zijn aan het vliegen. Ik hoop dat jullie dat zien. Daar vaart een marineschip. Het is laag water. Texel zie je leggen, maar het is niet echt helder. Nee. Ik ga ook niet langs de dijk rijden. Dat doe ik niet, want er staat hier een beste wind. Blijf ik liever in de luwte dit keer. Maar het is wel mooi. Zonnetje schijnt. Wat wil je nou nog meer? Heerlijk. Ze zijn zelfs daar ook. Zie ik wat in de lucht. Bij Texel. Nee, niet bij Texel. Dat is, ik vergeet iedere keer die naam. Nou ja. Ik zeg altijd Chayon, dat eilandje. Daar zijn ze ook met, hoe noem je dat? Dat windsurfen bezig. Ja, geweldig. Geweldig. Daarom ook met windsurfen. Het is geen vlieger, maar windsurfen. Ja, ja. Nou, ik stop weer. Daar staat onze vuurtoren, de Lange Jaap. Zo heet hij. Het is de langste vuurtoren langs de Nederlandse kust, sowieso. Dat weet ik wel. En ik meen ook begrepen te hebben van de heel Noord-Holland. Ja. Dus ja, ik weet het allemaal niet, maar hij schijnt de langste te zijn. Van waar tot waar weet ik niet. Zo 1, 2, 3. Maar in ieder geval, dat is de Lange Jaap. Onze trots. Onze vuurbaken ja, van Den Helder, hè? Lichtbaken. Lichtbaken van Den Helder. Ja. Met meneertje de Bruin op de achtergrond. Het is heel mooi. Vind ik zelf. Dat vind ik. Ja, en dit was heel vroeger, dat ik nog klein was, het gemeentehuis waar wij dus konden trouwen. Het is nou niet meer een gemeentehuis waar we kunnen trouwen. Wat het wel is, alslijm, ik weet niet wat, ik weet het niet. Maar het gemeentehuis is lang niet zo mooi meer. Er komt een auto aan. Dat, ja, dat is lang niet zo mooi, dat gemeentehuis waar je nou dus kan trouwen. En van een heleboel Heldenaren zou dit dat huis wel weer mogen gaan worden. Maar ja, ze hebben het er ook over dat ze in het centrum willen komen. Nou, dan wordt het weer zo'n modern gebouw. Wat niet mooi is. Nee. Want een scooter aan, nee. Maar, weet ik veel. Hij had een helm op, dus ja. Dat hoeft op een scooter niet. Dat zal een brommer wezen. Maar oké. Ik vind het mooi. Torentje, trappetje, bordetje. Ouderwetse lantaarnpaal. Ja, echt heel mooi, heel gaaf. Schitterend. Dus ja, dat was vroeger het gemeentehuis. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ik hoop dat jullie van de kleine stukjes hier tussendoor hebben genoten. Ik heb toch wel wat een en ander even laten zien. Hè? En bij de dieren geweest. Ja, dat was wel even leuk, dacht ik zo. En ja, en bij de hobbels en de kuilen, dat gaat het niet worden om dan te blijven vloggen. Dus daarom nam ik ook mijn GoPro niet mee. Maar ik hoop dat jullie wel hebben genoten van de rit verder. En ik ga nou lekker een bakje koffie doen en mijn hondje en mijn poezenbeetjes even verwennen. En mijn haar, ja, dat heb ik vanochtend gewassen. Voor de rest heb ik er niks mee gedaan. Er zit niks in, geen versteviging, niks. Maar, 3 maal raden wat ik nou weer heb. Knal de kop aan. Ja, ik kon hem zomaar opzetten. Ik was even in de winkel. De Wibra heet die winkel. En daar was ik even. Nee, ik krijg er niet voor betaald hoor. Omdat ik de naam noem. Nee. En zo spontaan krijg ik hoofdpijn. Nou. Hé meisje. Hé meisje. Hé, hoe goed je toch? En mijn hondje, hè? Hosje dikkie, nou ja. Allemaal blij dat het vrouwtje weer thuis is. Dat ik gelijk een bakje koffie doe en dan zien we wel weer verder. Ja, ik moet nog even bellen, want Karin die belde ook al dat ik onderweg was. Ja, en dat gaat het niet worden, want ik kan moeilijk opnemen dan. En trouwens, ik zou benieuwd, want ik stond stil, maar ik was te laat. Nou ja, oké. Jammer dan, pech. Gewoon pech. Hé? Ja nou, schat. Gewoon pech, hè, zeggen we dan. Ja, hè, gewoon pech, liefie. Ja, hè. Ja, schat. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot straks. Ja. Doei doei. Ja, daar zijn we weer even. Dat het is alweer 23:40. Dus we gaan er een einde aan breien. Zodat ik de filmpjes die op de camera staan, of tenminste het kaartje, op die pc kan neerzetten. En wie weet kan ik nog voordat ik naar boven toe ga, naar mijn bedje toe, de videopad aan het werk zetten. Dus, ja, nog even wat te doen, want ik ben ook met drinken bezig. En we zullen het beleven. Dat ik zou zeggen, wel trusten hem allemaal. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de dag. Mijn hondje die ligt daar. Hé? Ja, nou schat. Ja, die is zo lief. Ja. Oh, er is er nog eentje. Ja, die roept het ook al. Ja, hè? Ja, jij hebt ook aandacht nodig, meisje. Wat een dikkie, ja. Hé? Ja. En de andere twee die zijn boven, hè? Ja. Wat een dikkie toch? Hé? Wat een dikkie dan? Hé? Ja, zo lief. Oh, liefje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder. Als jullie nog wakker blijven of nog het een het andere doen zijn, of een feestje vieren, waar dan ook van. Geniet ervan en voor straks wel rusten.